Er waren mensen die zeiden van nou zijn we echt de decadentie ten top. Wat is de volgende stap? Een partij voor fietsen, een partij voor planten. Wilt u respect voor mens en dier? Kies Partij voor de Dieren. Die komen nooit in de Kamer. De Partij van de Dieren hebben wat stemmen getrokken, maar geen zetel, geen honden in de Tweede Kamer. Het is natuurlijk een one-issue-partij. Andere onderwerpen, daar staat toch heel ver van ze af. Ik vind het een beetje een welvaartsverschijnsel. Maar toen kwamen we opeens in de Kamer. We wonnen. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer kwam. Maar wat is het nou eigenlijk voor partij? Waar staan ze in het politieke landschap en wat hebben ze bereikt? Het is de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Wat dacht u vanmorgen toen u wakker werd en hoorde dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen? Dat de wereld gek geworden is. Dat was zo, oh nee, ik dacht echt, dat kan niet waar zijn. Marianne Thieme moet zo naar een debat over buitenlandse handel. Daar zal het ook gaan over het vrijhandelsverdrag TTIP. Net als Trump is Thieme daar een fel tegenstander van. Donald Trump is in dat geval wel een bondgenoot van u. Nou, geen bondgenoot, dat zou ik niet willen zeggen. Hij is vooral vanuit isolationisme heel erg bezig met Amerika af te schermen van de rest van de wereld. Wat dat betreft een soort totaal onrealistische kijk op de wereld. Maar dat hij tegen TTIP is, is wel goed nieuws, omdat TTIP heel slecht is. De Partij voor de Dieren laat zich niet makkelijk plaatsen. Op thema's van natuur en milieu staat ze aan de zijde van partijen als GroenLinks. Maar als het gaat om het Oekraïne-referendum of kritiek op de euro, staat ze aan de kant van de PVV. Bent u nou links of rechts? Nou, als je links en rechts zou hebben, als dat nog bestaat überhaupt, en progressief en conservatief, dan staan wij daar. Ergens helemaal buiten? Helemaal daarbuiten. Ja, en ik denk dat dat ook precies is wat nodig is. Ik denk dat mensen dat ook willen. Dat daar afgegaan, dat we echt afscheid nemen van het oude manier van denken. Thieme neemt ons mee naar de duinen van Zandvoort, waar damherten worden afgeschoten. Een bewoner die de herten wil redden, brengt ons naar ze toe. We moeten wat meer vertrouwen hebben in de natuur. Ik vind het echt zo bijzonder dat we altijd maar proberen populaties onder controle te krijgen. Er mag er maar zoveel van zijn. En als het er meer zijn, dan vinden wij mensen dat eng worden en dan moet er iets gebeuren. Terwijl de natuur kan dat heel goed zelf reguleren. De natuur regelt het zelf. Stemt u nou ook altijd op de Partij voor de Dieren? Ja, en ook wel eens op een andere partij. Dat is dan de PVV. Maar meestal toch wel voor de Partij voor de Dieren, omdat ik een dierenliefhebber ben. Maar de PVV en de Partij voor de Dieren, vindt u dat vergelijkbare partijen? Nou, het is. Ik heb de laatste tijd gemerkt dat ook de PVV dus voor de damhert is, zijn en tegen dit massale afschot is. U zegt wij zijn de enige partij met een echt ander wereldbeeld. Wij zijn niet rechts, we zijn niet links. Wat is de ideologie van uw partij? Wij denken planeetbreed. Dat betekent dat je afstapt van het menscentrale denken. Wat is dat? Vroeger was het zo dat alleen de blanke man en de belangen van de blanke man, die golden. Anderen deden er niet toe. En dat is langzamerhand veranderd. Je had eerst de bevrijding van de slaven. Toen kreeg je rechten voor vrouwen. En nu is de volgende logische stap om ook rechten aan dieren te geven. Zijn dieren gelijk aan mensen? Nee. Net zoals dat kinderen niet gelijk zijn aan volwassenen. En vrouwen niet gelijk zijn aan mannen. Maar ze zijn waardevol. Is het leven van een dier evenveel waard als het leven van een mens? Die vraag hoeft helemaal niet gesteld te worden of het leven van een dier evenveel waard is als die van een mens. Je moet kijken naar wat doen wij mensen een dier aan. Een dier wil leven. Het leven van een vis dat wordt opgehengeld is voor die vis van net zo'n grote waarde als het leven voor die hengelaar van die hengelaar voor hemzelf is. Stel, er is een brandend huis en er ligt een hond en een mens. En je kunt één van de twee redden. Niet allebei, maar één. Is het dan voor u om het even wie u redt? Dat is een valse dilemma. Omdat het namelijk gaat, als mens wil je alles redden wat gevoelens van pijn en angst en stress kan ervaren. Dus zo'n keuze is ook heel een hele moeilijke keuze om die te maken. Omdat je ze alle twee wil redden. Maar heel veel mensen zouden zeggen, het is geen moeilijke keuze, ik kies voor het mens. Dan haal ik andere mensen erbij om ze alle twee te redden. Zo zit ik in elkaar. Heel veel mensen
zouden zeggen, het is helemaal geen moeilijke keuze. Ik laat de hond liggen en ik neem het mens mee, want het mens is belangrijker. Ik neem ze alle twee mee. De partij heeft in Nederland niet meer dan 2 zetels. Maar in het buitenland sloeg ze haar vleugels uit. Als allereerste Partij voor de Dieren inspireerde ze politici over de hele wereld om ook partijen voor de dieren op te richten. Deze Braziliaanse politicus wil ook een eigen Partij voor de Dieren en is op bezoek bij Tieme voor advies. She's inspired us after a picture that became viral in Brazil that she was wearing a coat with carrots instead of bullets. And then people start to think about animal fare. Concreet politiek succes in eigen land boekte de partij nauwelijks. Haar enige wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden kreeg geen meerderheid. En Tieme diende meer dan 1500 moties in, maar het overgrote deel daarvan sneuvelde. We hebben wel nog even uitgerekend dat 84% van uw moties in de afgelopen 10 jaar is weggestemd. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit, want een half jaar later komen de andere politieke partijen met hun eigen motie met dezelfde strekking. We zijn erg van de concurrentiebevordering wat dat betreft. Elbert Dijkgraaf is Kamerlid voor de SGP, van oudsher beschermer van de boeren. Volgens hem zit Tiemes macht inderdaad vooral in de beïnvloeding van de andere partijen. Linkse partijen met name, Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, GroenLinks. Ja, die kijken wel erg naar die kiezers van de Partij van de Dieren. En je ziet wel in de loop van de jaren, helaas, dat die opschuiven richting de Partij van de Dieren, waardoor de boer onder druk komt staan. Varkensboer Damsteegt kreeg laatst bezoek van lokale politici van de Partij voor de Dieren. Ze hadden kritiek op hem omdat hij varkens houdt met afgeknipte staarten. Volgens boer Damsteegt is dat helemaal niet zielig. Eigenlijk is het een soldeerbout en het is gewoon en hij is eraf. Maar Tieme kreeg het deze maand voor elkaar dat varkens hun krulstaart binnenkort mogen houden. Een ramp voor de boeren, vindt Dijkgraaf. Als je die staarten laat zitten en je hebt ze in een groepshuisvesting bij elkaar, dan gaan die varkens in elkaar staarten bijten. Het wordt gewoon een bloedbad. Dat is echt, wil je niet zien. Dat is eigenlijk een vergissing van de natuur dat een varken een staart heeft. Ja, dat is dan in feite de reactie. Nee, wij gaan zijn dieren gaan houden op zo'n danige onnatuurlijke manier dat er kannibalisme voorkomt onder dieren. Het is een totaal verziekt systeem. En daarom ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.